Hallo, we hebben net een trainingske gedaan en Roos kijkt uit naar de derde wedstrijd. Dat zijn de belangrijkste dingen dat we nu zien op deze computerscherm. De volgende match is tegen Newcastle United. Een goede ploeg, let op. We starten met Rooney in de spits en we starten met de 4-5-4-1 opstelling. Ja, we gaan wat andere dingen proberen, want na het verlies tegen Aston Villa raken we meer en meer achteruit en dat mag niet gebeuren. Yeah. Oké, Newcastle direct in de aanval. Zet prima voor. En die bal is zeer gevaarlijk, maar die kan niet goed koppen. Gelukkig maar dat die bal er niet in gaat. Ja, en dan weer de verre trap van Newcastle. En dan de doelman redt met net die bal. Of Mitrovic ex-Anderlecht had hem gescoord. En dan ging die bal erin. En dan stonden we. Manchester United eindigt in 0-0. De volgende match is voor de Capsule One Cube. En we gaan een wijziging doen aan de opstelling. Oké, Rooney, Depay gaan we wisselen. Die gaan we meer op het middenveld zetten dan Schweinsteiger. Die kan toch niet in de spits staan, als je me nou zegt. Maar dat is nog de voorlopige opstelling. Carrick is geblesseerd, zie ik. Ja, nog een die geblesseerd is. Die is geblesseerd uitgevallen tegen de match tegen Newcastle United. En dat is altijd spijtig als er een speler geblesseerd uitvalt. Ferreira. Oké, naar Carrick gaat nu gewisseld worden, want hij is wel degelijk geblesseerd. James ook al. Dat begint ook. Of noemt hij daar show? Oké, de match tegen Burnley. Come on! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Vrij trap voor Burnley. Nou, dat draait eigenlijk op niet veel uit. Maar gelukkig dan kost ook wel verschiet. Maar die legt hem voor alleen voor de doelman. Oh, en die bal gaat er bijna in. Oh. Die was er bijna in, man. We gaan toch niet verliezen tegen Burnley, alstublieft, zeg. Ja, de doelman redt me net. De Gea. Wereld Burnley. Nu met de hoekschop. Oh, die bal moet daar weg. Gevaarlijk. Ja. Jones. Kom, verdedigen, man. Verdedigen. Niemand verdedigt er weer goed. Oh, die bal staat er alleen voor de doelman. Gelukkig kan hij maar hem net vangen. Weer naar die korte hoek. Marouane Fellaini, oké. Rooney. Martial, ja, prima pas. We hebben ze goed omzeild. Rooney, alleen voor goal. Rooney, dit moet hem worden. Weer Rooney. Dat ken ik wel. Dos. Cervezas, por favor. Dos. Cervezas, por favor. Dos. Cervezas, por favor. Elke Spanjaard heeft een snor. Dos cervezas, por favor. Ja, zo staat het goed. Nu staan we er alleen voor. Pakken we de 3 punten en gaan we door naar de volgende ronde. Oh, daar zijn ze bijna met de 1-1. Wat een gevaarlijk. Oké, hoekschop en de Duma gaat nog meer naar voren. Dat komt bijna nooit goed uit. Kijk, daar hebben we prima balbezit. Ja, naar voren. Ja, goed, verdediging. Schieten. Ja, die bal moet je er nu wel in trappen. In biertjes, dat ken ik wel. Dos. Cervezas, por favor. Dos. Cervezas. 0-2. Winnen we tegen Burnley. Jawel. En we krijgen nog even een scoutspeler aangeduid. Oké, de beste laten we verder scouten. Of speler contacteren. 66-92. Die ziet er wel goed uit. Potentieel. 67 tot 89. Maar die van in de 70 die zijn wel wat minder. Die zijn niet echt goed voor de top. Oké. Speler contacteren. Alles in de verslag. Ja. Dus we staan 16e met, wat, met 2 punten. Oké, dank je voor het kijken. Yo, de volgende keer moet het beter worden. Yeah.